Hallo kijkers van Ultra Games 94, ik ben Aal en we gaan vandaag weer verder met GTA Vice City. We zijn op weg naar L. Ken Rosenberg. Waarom die L uit? Geen enkel idee, maar toch. Daar gaan we. Ah, oh for God's sake, it's you. Oh jeez, I'm gonna need new pants. Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now where is the goddamn money? Relax, relax. We're not at that part oh, yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look. It's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out! I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No! I tried that! The jury case didn't go so well. So make them change their minds. All right, more crap to wipe up. What did I do wrong in a past life? Ik heb geen idee, Tommy. Oh! Oh, een auto. Dumb Florida moron. Ja, en wat doet die hamer hier? Ah, hey. Ja, oké. Doei. Ja, geef me die auto. What the hell for cactus nonsense is that? Money to build a statue of Pastor Richards himself. Wacht even, wat is dit voor auto? Popular culture. Een Glendale. NPC. Or is it maps? Map K. Mooi. We're deep in actual hell right now, or is it purgatory? And finally, we have a star. What do we do with the hammer? Nature intended. He's the heir of Vice City's naturist nukes. And he's feverishly, it says here, to bring more nude recreation to Vice City. To protect the dignity of our other panelists, replace Mr. Barrystar behind a divine. I'm naked back here. It's my right as a person. Yes. Let's start with the obvious, yes? Is it moral to be naked? Is hier een paint spray in de buurt? Well, I'm a mother, so I have to deal with. Ik ben benieuwd. Is hier een paint spray in de buurt? Ja, paint spray in de buurt. When it's bath time, you to put on a bathing costume. Doorrijden. Naar de paint spray. Veel te gevaarlijk. Uh oh. Ja. Heel interessant wat je daar allemaal zegt. Clothes are seriously unnatural. Heel erg interessant weer daar, moet zeggen. Oh man. Ja, ik heb geen zin even in. Oeh, mooi kleurtje heb dit ding nu. Zo. Moet even niks met de politie te maken hebben. Anders krijg ik de politie toch nog achter me aan. Kom op. Politie, vergeet me. Goed zo. Er is hier wat boven. Ja, een auto. Moet ik die auto soms in de hamer kapot slaan? Hier, hier, hier. Met een hele stoute auto. Super, super stout ben jij. Echt waar. Dit duurt echt veel te lang voor deze rotauto. Oh, kom. Kan ik ook op de auto springen? Oh, dit duurt mij veel te lang. Waarom doen we dit eigenlijk? Kan ik niet met een pistooltje gewoon? Ja, ik denk dat ik dat ga doen. I can't believe this is happening! Giorgio sends his regards. Die vlucht. Zo, kunnen we zijn auto meenemen? Dank u! Ah, dan nemen we je auto maar hoor. Als jij wil niks geven, dan nemen we je auto. Bedankt. Voor je auto. Zo. Waar is de volgende gast die zijn auto kwijt moet hebben? Aan de kant mevrouw. Tommy Vazetti moet er langs. En... oeh, een tarnval. Doorrijden. Doorrijden door. Wat een lelijk gezang is dat toch? Ja, doe even iets anders. Ja, zet de radio uit voor mijn part.
hoef niet te luisteren naar lelijk gezang. Papa. Zo. Moet ik hem aanvallen of moet ik zijn auto aanvallen? Ik val zijn auto maar aan, hè. Misschien moet ik dat doen. Of moet ik met hem praten? Nee, hij zit met zo'n hoer te praten. Ah, kijk. Uw auto gaat kapot, dat weet u, hè? Hoe kapot wilt u uw auto hebben? Kan ik hem meenemen? Nee hoor. Nou, dan gaan we verder met kapot maken. De achterbak is er nog niet af. Zo, het dak is nog lang niet kapot. Zo, ik ga verder met mijn pistool. Dit duurt echt veel te lang. Oh, please! Giorgio sends his regards. Zo, die gaat niet weg. $400. Hey. Nog een afgepakte auto erbij ook. Jee, daar word je echt blij van. Jee. Nou, wat gaan we even ondertussen doen? Weet ik niet. Wat is dit? Oh, telefoon. Hey, Tommy, it's Sonny. How's the suntan? I ain't got no suntan. We ain't got my money either, so I'm running it myself. What are you doing? So tell me, Tommy, what are you doing? I'm looking for the money, Sonny. Don't worry. I am worrying, Tommy. That's my style, because I seem to have this problem in my life. Ja, we zijn op zoek naar de money. Ja, gast, we hebben nu al pas €500. Geen 20.000. Zo snel gaat het niet. Dat is een onderzoek. Onderzoeken waar de money is gebleven. Mocht hij willen dat het zo snel ging. Wat is het nou weer? Een honkbalknuppel. Kom op. Ik wil honkbalknuppel. Weer telefoon. Get to the payphone next to the mall in Washington. Dat doen we de volgende keer wel weer. Of daar, of een andere keer. Nou ja. Zo. Wat gaan we nu doen? Dat vraag ik me eigenlijk af. Au. Niet tegen dat trapje aan botsen. Oh, hier kunnen we ook langs. Joehoe. Au. Waar gaat dit eigenlijk naartoe? Au! Dat is ook nog niet de goede weg. Wat is dit? Oh, een mes. Ah. Nu heb ik een mes. Ah ja, ah ja, oh ja. Ik heb een pistool. En ik heb zo'n ding om mijn vingers heen. En dat was het. Zo. Zo. Ja, dan denk ik dat ik richting mijn hotel ga. Of, nou ja. Ja, ik ga naar mijn hotel. Ja, ik ga naar mijn hotel. Mooi hotelletje. Heel mooi. Zo. Ga ik op weg naar mijn kamer. Want Tommy moet chillen. Want te veel uitspanning is niet goed voor hem. En dan zeg ik tegen jullie, doe een duimpje omhoog, maak je mij blij mee, help het kanaal mee. En abonneer als je nog niet geabonneerd bent. En dan zeg ik, doei!